vraag zijn van bij Hasselo om terug te kijken op het toernooi dat ze georganiseerd hebben. En ze hebben dat een toptoernooi georganiseerd. Wij dat het beste kan vertellen, dat is Oscar Nieskens. Oscar, je hebt gisteren dat toptoernooi georganiseerd. Klopt, ja. Kun je dat even vertellen, is dat allemaal top gegangen? Dat is eigenlijk echt top gegangen, het wordt een geweldig toernooi. Hele goede reacties, iedereen wordt tevreden, de kinderen worden laaiend enthousiast. Dus ja, dat is zoveel, hè. Gelukkige kinders is. Hè. Je hebt een teleurstelling gehad, hè? Ja, we hebben op het laatste moment nog een ploeg uit Deinse, uit België, afgezag. De dag van tevoren even een mailtje gestuurd, dat is niet kosten. Jammer, maar ja, mocht de pret niet drukken. Heb je dan in de organisatie dan door aanpassingen moeten doen? Nee, we hebben gewoon degene wat daartegen moesten voetballen, hebben 3 punten gekregen. Dus moet ze eerlijk moeilijk te houden. Ja. Maar alles te veranderen, dat wordt te moeilijk. Nu is tijd Hasselo, amateurkes, ten opzichte van de BVO's. Ja, hoe hebben ze zich kunnen meten met hun? Ze hebben zich kranig gemeten, echt goed gevoetbald. Zelfs 2 wedstrijden gewonnen. Van de latere winnaar nip verloren. Dus ja, ze hebben zich echt goed geweerd, absoluut. Ja. Heb je nu ook ontdekt dat je, wat je nog moet doen om op het niveau van de BVO's te komen? Zeker, zeker. Kijk, de mannetjes van de BVO's zijn allemaal feller, behendiger, geniepiger, gemeener. En dan moest je toch wel aan kunnen sleutelen nog. Ja. Heb je ook gehad talenten kunnen zijn? Ja, zeker. Bij PSV Wijnen, die stokte met common showers bovenuit. De nummer 10, ik wil zijn naam niet nemen, ik weet hem nog niet meer. Maar hij was echt een geweldig man. Hij is ook toptoernooien gewonnen. Oh, geweldig. Lopen die ook scouts rond? Ja, die liepen gisteren ook scouts rond van Racing Genk. En ja, dat heb ik gezien, de rest heb ik niet gezien, we waren met het toernooi bezig. En heb je dan ook het geluk dat Einde van Hasselo geselecteerd werd voor zo'n gat? Nee, terug weet, dus wie weet kan er komen aan. Wie heeft het toernooi gewonnen? PSV. En wie is Hasselo geëindigd? 4e. Dus we hebben het mooi gedaan. En Grabborg penalty is geschoten? Of? Ja, we hebben een penaltybokaal gehad en mocht Einde van Bios meedoen. Pepijn. Ja. En nee, het ook goed gehoord. Maar ja, degene wat het toernooi gewonnen had, die had ook een mooi manneke. En dit ook de penalty shooter gewonnen, helaas. Wie was de publieke belangstelling? Goed, er waren heel veel mensen. Ze gingen vol op de tribunes, dus ja, wat mooi weer. Ja, wel ze meer. Hè. Betekent dat ook dat veel van Eertsen komen kijken? Ja. Of is dat allemaal nou, ook, die net komen met de BVO's? Ook voor iedereen nu wel 1 of 2 maal met. Maar ook hier van Eertsen, de papa's, de mama's, de opa's, de oma's. Dus ja, wel. Heel mooi om te zien, ja. Dat betekent volgend jaar weer? Volgend jaar zeker weer, ja. Okay, veel succes en dank voor de interview. Dankjewel. Jongens, jullie hebben gisteren gevoetbald met de U11 tegen een aantal betaalde voetbalorganisaties. Hoe was dat? Ja, dat was een super vette ervaring. Dat was super cool. Gewoon dat je tegen zo'n profclub zag voetballen, dat is gewoon super cool. En hebben jullie nou ook verschillen ontdekt tussen jullie team en die andere teams? Ja, je merkte wel dat hun echt vol erop gingen en waren best wel ruw op het veld. En dat hebben wij niet zo. Ja, geef hem maar door even. Ja. Nou hebben jullie 5 wedstrijden moeten voetballen. Ja. Hoeveel hebben jullie dan gewonnen? 2. En tegen wie was dat? Tegen MVV en tegen Roda. Dus dat is wel een knappe prestatie van jullie, hè? Ja. En wat waren daar de uitslagen van? We hebben van Roda hebben we met 2-1 gewonnen en van MVV ook 2-1. Dan zijn er ook doelpuntenmakers, hè? Mag ik dan even weten wie de doelpunten gemaakt heeft? Dat is Len. Ja, geef maar even door. Ik ben een van de doelpuntenmakers. Ik ben een van de doelpuntenmakers. Jij hebt ook een doelpunt gemaakt? Ja, bij Roda. En welke positie speel jij? Ik speel aanvallend of spits of linksvoor. Dus jij wordt de toekomstige spits van het Nederlands elftal? Nee, Belgisch elftal. In het Belgisch elftal? Dus hier zitten we ook nog met een internationale ervaring. 2. 2 ook nog? Ja. En waarom komen de Belgen hier voetballen? Ja, Nederland. Hogere klasse, beter hier. Ja, hier is het gewoon veel beter dan in België. Ja. Ook qua training, hier veel meer mogelijkheden hier. Ja, ook betere trainings, oefeningen. Alles is hier eigenlijk beter. Ja, dan gaan we even door naar de doelman. Wie is de doelman? We hebben er 2. 2 doelmannen? Ja. Het staan jullie allebei samen in het doel of hoe moet ik me dat voorstellen? Oh, jullie staan om de beurt? Ja, we doen allebei een helft. In een helft.
Nu hebben jullie 3 wedstrijden verloren. Hebben jullie veel doelpunten moeten incasseren? Niet echt. Wat waren de uitslagen? Die van wat jullie gewonnen hebben, dat weet ik. Maar wat jullie verloren hebben, wat waren dat van uitslagen? PSV was 2-0 verloren. En die doelpunten waren onhoudbaar, hè, neem ik aan. Hè. Ja. En die andere doelman, hoe was het met jou? Goed. Ja? Ja. Want heb jij ook moeten keepen voor de penalties? Nee, dat niet. Dat heb je niet hoeven te doen? Nee, dat was een andere keeper, volgens mij van het eerste. Dat was een doelman van het eerste, ah, oké. Volgens mij wel. Wat was jouw ervaring nou tegen die grote jongens te spelen? Ik vond het wel echt heel leuk, ook omdat ze goed schoten. En het was best moeilijk om een bal soms tegen te houden. En de verdediging werkte ook heel goed soms. Ja, meestal, alleen soms heel slecht. En... En ze schoten echt perfect in de hoekjes en dat was wel leuk om naartoe te springen. Prima. Dan gaan we nog even door naar de penaltynemer. Wie is de penaltynemer? Ik. Hoeveel penalties heb jij moeten nemen? 3. Ja. En alle 3 gemaakt? 1. En ben je ook nog genomineerd voor een prijs of kwam je nog in de rangschikking? Helemaal niet? Ja, nee. Werden die penalties gestopt of? Ja, want ik was 5e geworden. 5e? Ja. Was je een beetje nerveus om die penalties tegen die grote jongens te schieten? Dat niet? Nee. Maar dat is wel een grote ervaring dat je dat mag doen, hè? Een beetje, ja. En waarom hebben ze jou gekozen om de penalty te maken ten opzichte van de rest van die jongens? Waarom hebben ze jou gekozen? Omdat ik de allerbeste ben in de penalties. Dat weet je niet? Nee. Omdat je waarschijnlijk de beste schutter bent, of niet? Omdat je misschien de beste schutter bent of niet? Ja. Dat weet je niet. Dan moet je aan de trainers vragen. Ja. Ja. Hey, jongens, willen jullie dat het volgend jaar weer georganiseerd wordt? Ja. Ja? En doen jullie dan weer allemaal mee? Ja. Oké, dan wens ik jullie heel veel succes volgend jaar. En natuurlijk ook in de huidige competitie. Alsjeblieft, dankjewel. Doei, dankjewel. Doei. Bye. Bye.